tussen twee hengels die liggen. En waar we mee te maken hebben, we vissen hier op een fantastisch vlondertje wat hoort bij het Booshuis. Alleen het ligt niet helemaal stabiel. Dus wat je krijgt, zodra er een beetje wind of deining is, krijg je natuurlijk valse piepen. Dat wordt een hele onrustige nacht. Maar een simpele oplossing is dan eigenlijk gewoon je swingers aan de voorkant te hangen. En dan krijg je niet langer meer valse piepen. Dat is een trucje wat we ook gebruiken bij het bootvissen. Het is helemaal top. Jij slaapt lekker en je beetregistratie is gewoon nog steeds perfect.